Het is echt behoorlijk lastig om een PlayStation 5 en Xbox Series X in de wacht te slepen. Sterker nog, het is praktisch onmogelijk als je er al nog niet eentje hebt. En als je er eentje wilt kopen op Marktplaats, dan ben je zomaar even €900 kwijt. We weten inmiddels hoe lastig het is. Dat het nog even gaat duren, weten we ook. Dat heeft AMD onlangs bekendgemaakt. En we gaan het er nu even over hebben en waarom dat eigenlijk is. Lucas, welkom. Yo, Tjeerd. Ja, heb jij al een PlayStation 5 en Series X? Ik heb een PlayStation 5 en een Series X. En dat is een klein wonder, zou je wel kunnen zeggen. Er zijn nog steeds zoveel mensen die er eentje willen. En wat wij zien is dat er de afgelopen weken heel af en toe Xboxen en PlayStations beschikbaar komen. Maar dat die zo in een handomdraai echt weg zijn. Het gaat echt super snel. En er zijn zoveel mensen die nog... vooral een PS5 zien we natuurlijk heel veel. Mensen willen dat heel graag. Elke video of livestream die we doen zijn altijd mensen die in de chat gaan van... Hey, wanneer komt de PS5 weer? En zo. Dus dit is echt nog steeds een ding. Inmiddels zijn we... Het is alweer februari, weet je. Het is alweer een tijd geleden sinds de release. Maar voorlopig is er nog geen enorme voorraad van de Xbox en de PS5. Nee, dat heeft natuurlijk ook een reden. En niet in de laatste plaats COVID, oftewel coronavirus. Mm-hmm. Dat heeft er veel mee te maken. We hebben vorige week eigenlijk meer een inkijkje gekregen waardoor dat eigenlijk komt en waardoor ze achterlopen. AMD is namelijk de chipfabrikant van de CPU en GPU van de nieuwe consoles, van de Xbox Series X en van de PlayStation 5. En zij moeten er eigenlijk voor zorgen dat die apparatuur dat in die consoles komt en daarbij lopen ze heel erg achter. Ze hebben de cijfers gepresenteerd van het laatste kwartaal van vorig jaar. Daarbij hebben ze gezegd dat ze het supergoed hebben gedaan, maar dat ze tegelijkertijd gewoon achterlopen op de vraag die er is voor die next-gen consoles. Ja, het is niet heel erg verrassend, maar wat ze dus hebben gezegd is dat er in het afgelopen kwartaal dat ze gewoon niet eraan toegekomen zijn om al die onderdelen te maken en dat er daardoor dus minder consoles kunnen worden gemaakt. En wat ze dus wel hebben aangegeven is dat er in de tweede helft van dit jaar dat ze weer genoeg capaciteit zouden hebben. Dus dat duurt nog best wel lang, tweede helft van 2021. Ja, wat ze dus doen is ze schalen eigenlijk het proces op. Dus dat wil zeggen dat ze meer gaan maken dan dat het nu toe mogelijk is. En dat is eigenlijk niet een probleem wat alleen bij AMD ligt. Eigenlijk is het een technologisch probleem wat we nu hebben. Door de pandemie, dus door COVID, hebben wij het probleem in de hele wereld dat je hebt voor heel veel apparatuur heb je halfgeleiders nodig. Dat zijn een soort van kleine chips die zorgen ervoor dat elektriciteit om wordt gezet dan een eentje en een nulletje. Dat zit eigenlijk in elk apparaat. Dus dat kan in je telefoon zitten, dat kan in je tv zitten, in je monitor, in je pc, in je console dus, maar ook in auto's bijvoorbeeld. En door die pandemie wil iedereen dus apparatuur thuis hebben. Dus consoles of een nieuwe tv, want je zit toch veel thuis. Je koopt allemaal van dat soort dingen. Mensen moeten vanuit huis werken. Dus webcams worden aangeschaft, daar zit dat ook in. Dus daardoor hebben wij dus een tekort van semiconductors, dat zijn halfgeleiders. Daardoor zijn bijvoorbeeld ook hele autofabrieken dicht gegaan. Dus omdat ze dus niet meer die auto's kunnen maken, omdat daar een tekort van is. Het probleem is dat dat zijpelt gewoon door naar eigenlijk elk bedrijf wat dit soort technologische dingen maakt. Waaronder dus AMD. Al die processen die moeten nu worden opgeschaald. Dus dat wil zeggen dat ze tegelijkertijd meer kunnen maken. Er is bijvoorbeeld één heel groot bedrijf. Dat heet de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dat is eigenlijk de grootste fabriek van dat soort halfgeleiders. En die gaat er dus voor zorgen dat ze bijvoorbeeld ook een sneller bepaalde halfgeleiders kunnen maken. Voor de auto-industrie bijvoorbeeld. En dan moet je je voorstellen dat zo'n proces, dat kost echt 40 dagen. En dat willen ze naar 20 dagen brengen. Dus dat zou bijvoorbeeld al een hele hoop schelen. Nou,
dus al die fabrieken die met technologie te maken hebben, die gaan dus nu proberen op te schalen in de komende tijd. Ja, dat heeft natuurlijk tijd nodig. Je kan niet zomaar van de een op de andere dag van, zeggen van we gaan meer doen. Het gaat niet om dat je meer mensen gaat inhuren, maar je moet gewoon een hele productielijn upgraden, zeg maar. Dat kost gewoon tijd en geld ook. Interessant dit, Jert. Ik had echt geen idee wat nou echt de achtergrond hiervan was. En ik had natuurlijk wel een vermoeden dat het ook met corona te maken had. Maar dan dat zal ook wel een deel spelen dat met vervoer en transport en natuurlijk ook met medewerkers. Dat ook voor problemen zorgt wat betreft productie. Maar ik had zelf nog niet per se over nagedacht dat gewoon echt de vraag naar techniek, naar technologie gewoon enorm gestegen is, omdat mensen gewoon thuis zitten en meer geld hebben misschien, omdat ze niet op vakantie kunnen en dat soort dingen. Dus ja. dat eigenlijk dus allemaal bij elkaar komt om ervoor te zorgen dat die consoles en dus andere technologie gewoon moeilijk beschikbaar is. Iedereen wil het. Ja. Het is moeilijk beschikbaar, net als wat je net al zei, hè, het is niet onverkrijgbaar. Dus nee. Er komen af en toe dus wel gewoon bepaalde voorraden komen er vrij. Maar goed, dat wordt dan verdeeld over de hele wereld. Dus dan kan het inderdaad zomaar voorkomen dat je in één keer op bol.com weer 100 nieuwe krijgt een bepaald punt. Of, die zo weer weg zijn. Via Amazon. Ja. Maar geen nood. We houden het voor je in de gaten. Dus waarbij moet je daarvoor zijn, Lucas? Als je naar pu.nl/PS5 gaat, dan vind je daar het overzicht van alle webshops. En daar kan je dus een update vinden elke keer als iets is geplaatst. Maar waar we ook heel erg snel zijn in het delen van deze informatie is op Twitter. Dus op Twitter zijn we snel, doen we vaak van, hey, Mediamarkt heeft weer nieuwe consoles. En dan kan je gelijk doorklikken, kan je gelijk kopen. En als je niet van Twitter houdt, kan je ook gewoon altijd de website in de gaten houden, pu.nl. Want daar bumpen we altijd het bericht en komt die altijd weer lekker bovenaan te staan als er weer een update is. Dus als jij graag nog een console wil hebben, dan zijn dat de manieren waarop je dat kan doen. Ja, we proberen er altijd zo snel mogelijk bij te zijn. Maar ja, het gaat vaak binnen seconden dat het allemaal klaar is. Dus hou er even rekening mee. We proberen er zo snel mogelijk in te voorzien. Hopelijk worden de voorraden wat groter. En worden die tijden dat je de kans hebt om er eentje te kopen misschien ook wat groter. Voor nu weten we in elk geval waar het aan ligt. Hopelijk gaat het in elk geval snel weer de goede kant op. Maar de verwachting is dus dat je pas in de tweede helft van 2021... dat ze dan de voorraden pas echt bij gaan kunnen werken. Dus nog even doorbijten als je nog geen PlayStation 5 of Series X hebt kunnen bemachtigen. In de tussentijd, like deze video als je hem leuk vond en abonneer je even op ons kanaal als je meer van deze video's wilt zien.